In het Van Dongen en de Roos Stadion speelde Jong PSV de competitiewedstrijd op vrijdagavond tegen Excelsior. En het gaat in de beginfase ontzettend mis voor Mees Krekels. Dit zijn beelden die je niet wilt zien. Dit zijn geluiden die je niet wilt horen. Krekels gaat daar door zijn enkel, door zijn knie. Heeft ontzettend veel pijn. Werkt daar die bal weg. En dat been klapt dubbel. En dus de trieste aftocht voor Mees Krekels. Binnen de minuut moet hij naar de kant. Wordt vervangen door Dennis Vos. Normaal gesproken linksback. Gaat nu acteren in het hart van de defensie. Naast Tijn Daverveld. Maar laten we hopen dat het meevalt voor Mees Krekels. De wedstrijd dan. De eerste kans is voor de thuisploeg. Voor Excelsior. De redding is goed van Vincent Müller. Op het schot van Omarsson. De spits van de Rotterdammers. Inmiddels een beetje van de schrik bekomen. Peter Uneke en zijn mannen. En dus zij op jacht naar kansen, op jacht naar doelpunten. En dat moet dan misschien wel komen van deze man. Fodé Fofana voert zijn actie wat ver door. Voert hem te ver door. Hoek wordt te lastig. En dus geen mogelijkheid uiteindelijk naar deze lange solo van Fodé Fofana. Sambo, uitstekend paasje op opnieuw Fofana. Ditmaal gaat de schuiver net naast het doel van Alessandro Damen. Zo worden de kansen groter in die eerste helft. Klein half uur gespeeld. Stand nog altijd 0-0 in Rotterdam. De blessuretijd dan van de eerste helft. Nog één keer oppassen geblazen voor Jong PSV als Excelsior in de aanval gaat. Hoge voorzet belandt achterin. En deze omhaal gaat over en naast het doel van Vincent Müller. Inzet van Joël Zwarts. Eerder dit seizoen in Eindhoven tijdens de seizoensopener werd het maar liefst 6-1 voor Excelsior. Nu doet Jong PSV het een stuk beter. En is sterker dan Excelsior in deze fase net na rust. Kans voor Daverveld. Hier opnieuw een aanval van de ploeg van Peter Uneke. Actie van Fofana. Gele kaart voor Robin van der Meer. En een vrije trap op een hele mooie positie. En dan gaan we eens kijken wie de specialisten zijn bij Jong PSV. Het is in ieder geval Damien Tiemann die het gaat proberen en dit scheelt niet veel. Hij was de man die scoorde in die 6-1 nederlaag eerder dit seizoen, Tiemann. Hier was hij er opnieuw dichtbij, maar de vrije trap net naast het doel. Klein uur gespeeld. Deze bal schiet door. Gevaarlijk moment voor het doel van Dame. Vos was daarbij betrokken. Zo zijn de kansen voor Jong PSV in de eerste fase van die tweede helft. Maar daarna is het weer Excelsior dat wat beter in de wedstrijd komt. En dit is een gevaarlijke schuiver. Müller hoeft niet in te grijpen. Balletje gaat net naast. Nog een kwartier te spelen. Excelsior op jacht naar de treffer. Via een invaller is dit Ahmed Mendes Moreira. Uitstekende redding van Müller. Eerder dit seizoen dus 6-1. Op de hertgang in het voordeel van Excelsior. Vorig seizoen ging Jong PSV hier in hetzelfde stadion hard onderuit. Toen stond het al na een minuut of 20 voetballen 4-0 voor Excelsior. Dat is nu een heel ander verhaal als hier Antonissen met de kans van de wedstrijd. Zomaar Jong PSV op voorsprong had kunnen en misschien wel moeten schieten. De aanname is fantastisch. Maar dan vindt hij de hak van Alessandro Damen. En komt er dan nog een winnaar in het Van Dongen en de Roos Stadion? Dat is de vraag. Nou, Excelsior werkt mee. Kans wellicht voor Tiemann. Tiemann schiet wat druistig. Dus mist dit schot uiteindelijk de juiste richting. Was dit ook de laatste kans van de wedstrijd? Want Excelsior zet nog één keer aan. Maar scheidsrechter Nick Smit die vindt het dan genoeg geweest. En zo spelen Jong PSV en Excelsior met 0-0 gelijk in Rotterdam. En is dat toch wel een aardig resultaat voor de ploeg van Peter Uneke. Peter, welk gevoel overheerst bij jou na deze 0-0 hier in Rotterdam? Nou, eigenlijk wel tevreden. Het was een wedstrijd die redelijk gelijk opging. En, tevreden in de zin van dat we eigenlijk een resultaat halen. We hebben goed, met name verdedigend goed gedaan. Alleen, ja, we zijn net niet goed genoeg in de kansen die we krijgen. Dat hangt daar dan ook boven. Hè. Dan zeggen we hebben net ook gezegd, ja, als je dan net iets beter bent. Maar dat waren we niet vanavond. We waren net niet goed genoeg om uiteindelijk dan dat te kunnen draaien.
Ja, zij vooral met voorzetten gevaarlijk, af en toe een schot. Maar als je echt naar de kansen kijkt, hè, wat kansen hadden kunnen worden, waren wij misschien iets gevaarlijker. Maar uiteindelijk is dit resultaat denk ik terecht. En daar ben ik wel tevreden mee. Want we hebben te vaak ook gezeten zo van, ja, hadden we maar resultaat gehaald. Dus dat vind ik wel een mooie ontwikkeling van de ploeg, dat we dat in ieder geval gedaan hebben. Ja, en daarboven hangt de schaduw Mees. Dat is eigenlijk het belangrijkste. En dat gaat door merg en been als je hem ziet liggen op het veld. En moet ik zeggen, dan is het nog knap dat je als ploeg dan dit nog wel weer kan. Want je zag dat de jongens aangedaan waren. Er stonden ook jongens op het veld die ook zware blessures gehad hebben. Dus ja, die trokken zich het erg aan. En dat is eigenlijk wat misschien nog wel het meest blijft hangen. Ja, wat kun je vertellen over Mees? Het gebeurde bij jou een stukje verder, hè, bij de dugout. Wat gebeurde er en hoe is het nu met hem? Ja, nou, volgens mij hadden we net tegen elkaar gezegd dat het veld niet heel best was. Hè, slecht kunstgras. Ja, en ja, hij schiet de bal weg en hij komt verkeerd neer. Ik weet niet of hij blijft hangen, maar ja, dat heb je vaak in kunstgras. Ja, op dat moment dan verdraait hij zijn knie, ik weet het niet precies. Hoe is het nu? Ja, hij moet morgen bekeken worden naar de ernst van de blessure en hoe het is. Ja, dat is moeilijk inschatten, dat zal de komende dagen uitwijzen. Maar ja, het lijkt wel een aardige blessure inderdaad. En helemaal als je naar zijn reactie kijkt. Alleen hoe erg het is, ja, dat weet ik niet. Dat weet de dokter ook niet, dat moet de komende dagen uitwijzen.